Welkom bij wederom een vlog van mij. De afgelopen tijd heb ik je al verteld over het feit dat we met ons online marketingbureau ons alleen nog maar gaan focussen op het KGOM succesmodel wat we hebben ontwikkeld. En dat we klanten alleen nog maar middels dat model gaan helpen met hun online marketing. En ik heb je ook verteld een paar weken geleden dat we een nieuwe onderneming zijn gestart op het gebied van werving en selectie van online marketingpersoneel. Vandaag wil ik graag bekendmaken dat we onze Academy, dus de KG Online Marketing Academy, het komende jaar flink gaan uitbreiden met nieuwe cursussen en nieuwe workshops. En op dit moment hebben we overigens een 13 cursussen en workshops daar al in staan. Nu, als ondernemer hebben we daarom ook de keuze gemaakt om de prijsstelling van onze cursussen flink aan te gaan pakken. Op dit moment is het namelijk zo dat we een all-in access aanbieden, dus toegang tot alle cursussen voor €595 en een losse cursus kost op dit moment gemiddeld €345. En hoewel het natuurlijk een fantastische aanbieding is voor onze cursisten, doen we onze cursussen hier ergens ook wel mee tekort. En zeker omdat er de komende maanden en het komende jaar meer cursussen en meer workshops bij zullen komen. En ook de perceptie van de kwaliteit van de cursus kan door een te lage prijs onderuit gehaald worden. Dat geldt natuurlijk ook zo als je ergens een product koopt en het is te laag geprijsd, dan begin je te twijfelen of het ook wel daadwerkelijk kwaliteit is. Nu, dat is voor ons heel erg zonde, want de mensen die onze cursussen volgen zijn juist heel erg enthousiast over de kwaliteit en over onze cursussen. En misschien nog wel belangrijker, ze halen er meer waarde uit. Ze vinden de cursus veel meer waard met hetgene wat ze eruit halen, met hetgene wat ze ermee gaan doen. Hogere posities in Google, betere AdWords advertenties, hogere conversies, etc. dan de initiële investering. Nu, naar mijn mening zou het ook altijd het doel moeten zijn van een cursus of een workshop of een opleiding, dat je er onderaan de streep meer aan overhoudt dan dat het initieel gekost heeft. Nu, we hebben er daarom dus ook voor gekozen om ons weer te richten op de individuele cursussen en niet zozeer het totaalpakket. Maar omdat het niet helemaal fair zou zijn voor degenen die misschien nog twijfelen om ons cursuspakket af te nemen aan de huidige prijs, zal vanaf 1 januari 2018 de prijs worden verhoogd van de All-in Access van €595 nu naar €1295. Dat betekent dat je nu dus nog 2 weken de kans hebt om het totale cursuspakket, ook de cursussen die het komende jaar nog gelanceerd gaan worden, voor het eenmalig bedrag van €595 aan te schaffen. Wanneer je vanaf 1 januari gaat beslissen om de cursus af te nemen en je wil het totaalpakket, dan zal de prijs €1295 zijn. Dus tot zover even mijn mededeling over hoe wij het komende jaar de Academy gaan aanpakken, meer cursussen gaan lanceren. En daar hoort dus ook een andere prijsstelling bij. Als jij nog wil profiteren van de huidige prijsstelling, die dus ruim 50% lager ligt dan wat die vanaf 1 januari zal zijn, dan heb je nog 2 weken de kans om ons totaalpakket te bestellen. Ik wens je nog een hele fijne dag.